What's up, Guardians? The Season of Opulence is hier. En de Season of Opulence heeft mij weer helemaal terug in Destiny 2 gesleept. Maar er is één game mode in de Season of Opulence die ik echt heel erg dope vind. En dat is de Menagerie. De Menagerie is een 6-player game mode met matchmaking. Dus je hoeft niet 5 andere vrienden op te trommelen. Dat is allemaal niet nodig. En je krijgt er ook nog eens hele vette gear uit. Het werkt als volgt. Je krijgt van Kallus' hulpje, Werner, de Chalice of Opulence. De Chalice of Opulence is hier, het is een beker waarbij je verschillende runes erin kan zetten. En die runes, de combinaties die je daarmee maakt, zorgt er weer voor dat je hele specifieke gear unlockt. Ik ga hier nu voor Kallus Mini toe, door een beast in de Jubilation rune erin te stoppen. En hoe meer activities je doet in Destiny 2, hoeveel meer Imperials je verzamelt. Met die Imperials kan je weer meer slots openen, meer verschillende kleuren runes unlocken. En zo dus nog meer opties krijgen om de vetste gear te krijgen. Wanneer je de Menagerie speelt, krijg je ook nog eens powerful gear. Dus het werkt ook nog eens als een tierenlier om te levelen. Om de Menagerie te starten, gaan we nu naar Nessus. En op Nessus ga je helemaal naar beneden, want dan zie je daar Kallus' ship. En start je de Menagerie. Je begint de Menagerie hier altijd in deze light room, waar je de lamplighting moet doen. Dat doe je door simpelweg enemies te killen. Vervolgens spawnen er bijvoorbeeld wizards. Die haal je neer. Die droppen een aantal orbs. En met die orbs kan je deze verschillende lampen lighten. En wanneer je dat snel genoeg doet, of wanneer de tijd uitloopt, dan ga je door naar de volgende ronde. The Hive understand nothing but power. Show them. Hier achter ons hebben we de eerste wizard. Die dropt de orbs, de spark. Die gooi je op de lamp. En daar scoor je punten mee. En als je ziet, links loopt er een balkje op. En wanneer het balkje vol is, dan ben je bij de eindbaas aangekomen. En wanneer je die hebt geslagen, heb je de Menagerie weer gehaald. Maar om de balkje te vullen, moet je verschillende rondes doen. Dit is pas de eerste ronde, lamplighting. En daarna komen er allerlei verschillende andere rondes in random volgorde waarmee je nog meer punten zou kunnen halen. Die mensen shit liggen. Nu hebben we deze ronde gehaald. En we gaan op dit moment gelijk door naar de volgende. Het is allemaal aan boord van Kallus' ship. Wat een kleine doolhof af en toe is, maar ze laten gewoon zien waar je naartoe moet. Hier zijn we bij Riposte aangekomen. We wachten nog heel even op de andere Guardians. Die laten nog even op zich wachten. Dan ga ik gewoon de ronde al starten. Ja, de ronde is gestart. Hier zie je allemaal knights lopen. Die moet je neerknallen, dan droppen ze een zwaard.
En met dat zwaard kan je weer andere knights killen die een wit schild hebben, zoals hier beneden. En wanneer je die down hebt, dan krijg je punten. Zo scoor je punten in dit level. De eerste knight hebben we down. Vervolgens word je wel geswarmd door allerlei troll en van andere vijanden. Je krijgt geen punten door deze te killen. Maar het is wel aan te raden om wat air control te doen. Anders wordt het echt een chaos. Wanneer je een aantal knights hebt geslagen, schijnt er een kleine miniboss, dat is vaak een ogre. En daar krijg je ook punten voor. Daar is de ogre. De schild is eraf. Ogre defeated. Maar er zit er daar achter nog één. Volgende ogre. Ja, dit potje lijkt wel lekker te gaan. Dat was kapot. Veel gerevived, dat zie ik al. Een beetje jammer, maar daarmee verspil je kostbare tijd om punten te scoren. Deze laatste ogre is een beetje vervelend. Absoluut niet gerevived. Oké, we hebben deze gehaald. Op tijd. Dan gaan we door naar de volgende. Als je niet op tijd haalt, maakt ook niet uit. Ga je ook gewoon door naar de volgende totdat je uiteindelijk genoeg punten hebt. Dus het is niet een soort van game over. Alleen het duurt gewoon langer voordat je een menagerie hebt gehaald. Het is een van de plekken waar er een eindbaas is. Als het goed is, hebben we die straks ook. Dit is de crystals. Het spreekt al bijna voor zich. Je moet van deze harpies moet je neerknallen. Die droppen een bepaalde cranium. En daarmee kan je deze crystals kapot schieten. En elke keer wanneer je een crystal kapot schiet, scoor je weer punten erbij. En wanneer je dat veel doet, spant er weer een minibaas. Die kan je ook downen. En daar krijg je ook een punt uit. Void Paniums ook gebruiken om bazen dus te slopen. Ze zijn wel behoorlijk krachtig. Ja, daar ligt er nog eentje. Een paar zelfs. Dan ga je door naar het bovenste level.
gaat elke keer iets omhoog. Zeker. Je moet even een Well of Radiance erop, dat zou heel nice zijn. Ja hoor. Op je bank wordt het niet. Down. Wat ik al zei, dan wordt hij bijna niet revived. Het is niet echt nodig als ik het zo bekijk. Dan zijn we nu alweer bij de eindbaas aangekomen. En dat is eigenlijk omdat we elke ronde ruim op tijd hebben afgesloten. En daardoor de maximale punten hebben gehaald. Dus zijn we nu bij de ogre. Dat is de laatste enemy. Eigenlijk vrij simpel. Hier aan de zijkant te spannen straks Curse Scrolls. Wanneer je die killt, dropt ze een bepaalde spark. Die spark die moet je op deze ogre gooien, want dan gaat de shield eraf. En wanneer je dat vaak genoeg doet, begint er een damage phase. En dan is het gewoon simpelweg DPS'en als een malle. Net z'n allen natuurlijk. Ik zeg genoeg relics in ieder geval. En nu de Curse Claws neerhalen. En hij is nu al down. Dus zoals je ziet, we hebben hieronder ook een Triumph unlocked. Omdat we geen enkele Knight hebben hoeven te killen. En dat is een Triumph. En met die Triumph krijg je weer meer Imperials. Maar je krijgt ook gewoon op andere manieren Imperials. Wil je bepaalde Ruins verzamelen? Dat doe je door gewoon superweg de activities te spelen die er in de game zitten. En, zoals ik al zei, ik heb nu de Kallus Mini Tool. Door die bepaalde rune combination die ik heb gebruikt voor deze Challenge of Opulence.
Een ander ding. Ik laat even onder in de beschrijving. Stuur ik even twee linkjes waarin de rune combinations staan om verschillende weapons te craften. En de rune modification of combinations om verschillende armor pieces te krijgen in deze menagerie. Dit was de menagerie. Laat heel even hieronder in de comments weten wat jij ervan vindt. En wellicht zie ik jou in Destiny 2. Later! Thank you.